Almelo vierde vrijdag de dag van de mantelzorg. Op deze dag gaat het om de erkenning en waardering voor de langdurige zorg die mantelzorgers geven aan iemand die het hard nodig heeft. De dag werd geopend door wethouder Javier Cornelissen. Dankzij een match die SIS Twente in juni op de Slingerbeurs sloot met het ROC van Twente, werden de mantelzorgers gastvrij onthaald bij het ROC. Mantelzorg is heel gevarieerd. Wat doet Marianne Spoor bijvoorbeeld? Ik heb bij mantelzorg eigenlijk over mijn man. Thuis, zeg maar. Dus nog 2 jaar geleden is de Parkinsonisme. Parkinsonisme, dat is een broertje of zusje van Parkinson, ontdekt. En het gaat steeds wat slechter met hem. En zodoende wordt het dus best wel soms veel wat ik veel moet aanhoren. En dan ja, mee om moet gaan. Dus daar, dat is mijn mantelzorg. Dat is best belastend en inspannend. En dan is zo'n dagje uit heel gezellig. Ja, dat hoop ik dan. Het was nu al gezellig, dus we zien wel wat het brengt. Het is echt een verrassing. De studenten van de opleiding Marketing en Communicatie maakten er een ontspannen dag van. Met een pittige quiz en muzikaal amusement. Want jij bent een mens om van te houden. In jou is de wereld bijzonder uniek. De studenten van de horeca zorgden voor een lekkere lunch. Na afloop was er nog een drankje en ging er een cadeautje en nog iets lekkers mee naar huis.